Ben je zelf al in staande gehouden door collega's? Ja, ik ben... Hoi, mijn naam is Jan Willem. En vandaag gaan we, nou, ik hoop een aantal van jullie vragen beantwoorden in Vraag het Vuur vrijdag. Waarom ben je vlogger geworden en wat vind je er zo leuk aan? Ik werkte toen in Almere. We hadden in onze wijk een aantal YouTubers wonen die wel eens met de politie in contact komen. Dus dat was de eerste contact dat ik kreeg met de YouTube-wereld. Dacht ik, nou, ik ga toch eens even kijken naar dat YouTube-verhaal. En toen kwam ik eigenlijk al heel snel Enzo Knol tegen. Ja, wie kent hem niet? Hij vertelt continu wat hij de hele dag doet. En toen dacht ik, nou, dat kan ik als politieagent toch ook. Dus ik liep naar mijn chef. Ik zeg, ik heb een idee. Ik zeg, maar gaan we niet een vlog maken? Nou, die begon een beetje te lachen. En zodoende zei ik, we gaan het gewoon doen. Dus ik had twee proefvlogs gemaakt, om het zo maar te noemen. Eentje op een evenement en eentje in een noodhulp. En dat uitgezonden. En toen dachten we, hé, dit werkt. En nou ja, zo is dat verder uitgerold. En nu zijn we bijna 4,5 jaar verder, geloof ik. Wat is je grootste werkgerelateerde blunder? Ik liep toen in Utrecht Centraal. En toen had ik dat oude uniform nog. En toen ben ik in een volle hal. Ben ik gestruikeld, zeg maar. Dan lag ik daar op de grond in uniform. Nou, toen heb ik me echt kapot geschaald, zeg maar. Zo'n rode kop kreeg ik. Iedereen keek ook naar me. Ik wist niet hoe snel ik naar binnen moest. Wat heeft het vloggen je allemaal voor moois opgeleverd? De ruimte die ik nu krijg van de baas, dat is natuurlijk prachtig. Want ik mag door het hele land, bij allerlei teams, bij allerlei diensten, heel veel geheime diensten soms komen. Dat is heel uniek, dus dat heeft het me opgeleverd. Ik heb een paar maanden terug in de finale gestaan voor een gouden televisier. Ster moet ik zeggen, ik zei vorige keer ring, maar het is een ster. Ja, bijzonder en eigenlijk super gaaf dat je daar tussen mag staan, tussen al die grote tv-helden, om het zo maar even te noemen, en andere grote YouTube-helden. Dus dat zijn wel dingen die het me opgeleverd hebben. Wat is de gouden tip voor een succesvol YouTube-kanaal? Een van de belangrijkste dingen is, probeer uniek te zijn. In 2016 toen ik begon was er veel minder aanbod dan nu, dus dat is natuurlijk al vrij lastig. Probeer jezelf te zijn, ga niet iemand anders spelen en kijk ook bij andere YouTubers. Niet om dingen te stelen zoals het heet of dingen te kopiëren, maar wel bijvoorbeeld om inspiratie op te doen. Dus je denkt, hey, zij doen dingen zo, misschien kun je dingetjes daaruit weer gebruiken om gaaf video's te maken en misschien een uniek kanaal. Mag je alle inkomsten van je video's op YouTube zelf houden of gaan deze naar de politie? Dat is eigenlijk wel een vraag die ik heel vaak zie komen. Er zijn heel veel mensen die denken dat ik nu een hele dure auto rijd en dat ik heel veel geld verdien met YouTube money, zoals jullie dat wel eens noemen. Maar als je goed oplet, dan zie je dat op mijn of op onze video's van de politiekanalen geen advertenties zitten. Niet ervoor, niet daartussen, weet ik veel waar. Dus wij hebben geen advertentierecht op onze video's, dus wij verdienen er ook niks mee. Vond je het spannend om de eerste keer iemand aan te houden? Ja, was heel spannend. Ik vond de eerste bekeuring al hartstikke spannend. Ga je ooit merch verkopen? Dus merchandise bedoelen ze daar, geloof ik. Hè? T-shirts, truien, petten, weet ik wat allemaal. Kijk, ik ben politieagent en ik doe dit vanuit de politie. De scheidslijn om zelf nu een hele marketingcampagne met merchandise en dingen op te gaan starten is vrij dun. Dus ik moet er ook even met mijn baas, met de politie, goed over nadenken. Wat zouden we hier misschien kunnen doen in het kader van goodies of zo. Jan Willem, je bent echt een topper. Respect voor jou. Dankjewel. Ik weet niet wie het geschreven heeft, maar respect terug, man. Thanks. Heb je tips om aangenomen te worden bij de politie? Dat is echt een vraag die ik echt super vaak krijg. Natuurlijk ook super goed en mooi om te horen, want er zijn toch heel veel mensen die graag bij de politie willen. En we hebben ook heel veel mensen nodig, dus dat is alleen maar welkom. Wil je echt heel veel tips weten? Kijk op kombijdepolitie.nl en letterlijk daar staat alles uitgeschreven in teksten en video's. Dus kijk er echt even naar als je echt tot de details dingen wil hebben en de tips die ik je mee kan geven. Het belangrijkste is, zorg dat je geen stafblad krijgt. Dat je een beetje sportief bent, je hoeft geen topatleet te zijn, maar zorg wel dat je fysiek een beetje wat kan. En ja, dat je op school gewoon, je hoeft ook geen universitair geleerde te zijn, maar dat je wel gemiddeld wel een beetje wat mooie cijfers scoort. Ben je zelf al in staande gehouden door collega's? Ja, ik ben, op verkeersfeiten ben ik wel eens staande gehouden door collega's. Een keer voor twee keer volgens mijn controle, geloof ik. Ik ben in mijn jeugd, toen werkte ik niet bij de politie, ook wel staande gehouden halt. Toen had ik vuurwerk afgestoken, voordat het, een dag voordat het afgestoken mag worden. En ik ben ook wel staande gehouden voor wat te hard rijden, ja. Ik vind je video super tof, maar wat vind jij nou het leukste om te filmen? Kijk, het is altijd weer gaaf om te horen dat mensen de video's kunnen waarderen. In het begin vond ik het gewoon heel gaaf om mijn dienst te filmen, het vloggen op straat, zeg maar. Wat ik nog wel heel leuk vind is om steeds nieuwe dingen erin te proberen te verwerken en ermee te testen. Zoals laatst ook bijvoorbeeld zo'n 360 camera geëxperimenteerd. De mening was een beetje verdeeld erover, maar ik vind het wel heel leuk om dat te experimenteren, te testen. En die dingen neem ik natuurlijk allemaal weer mee in de ontwikkeling van nieuwe video's. Dat vind ik het leukste om te doen. Lees je alle comments onder je YouTube video's? Ja, nou, dat, in het begin deed ik dat allemaal. Allemaal lezen, allemaal beantwoorden. En af en toe dingen verwijderen die beledigend of bedreigend waren. Om het allemaal te lezen, dat is niet meer bij te houden. Wat ik meestal doe, is op zondag, als de video's online komen, de eerste paar uur, heel veel reacties te antwoorden en te liken. Maar
Maar ja, wat me dan wel weer opvalt, soms stellen jullie een vraag, geef ik antwoord. Maar vervolgens reageren jullie daar nooit meer op. Dus ik vraag me wel eens af, lezen jullie dan mijn wederantwoord wel? We zijn aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor al jullie vragen. We hebben er een aantal kunnen beantwoorden. Maar heb je nog meer vragen, laat het weten in de comments. En voor dit nou een leuke video, laat er even een duimpje achter. Abonneer op het kanaal. En wil je nog een andere video zien, volgens mij hier of hier in beeld komen die te staan.